zijn hier vanmorgen in het prachtige Limburg. Goedemorgen heren, samen met een klant van ons. Bart, kun je ons kort vertellen wat we hier gaan doen vandaag? Ja, we zijn hier in een groeve in Belfeld. En in die groeve is een zandwinning en een kleiwinning. En we willen met de drone in combinatie met de LiDAR willen we hier het gebied of de groeve gaan invliegen. En dan aan de hand van die beelden willen we gaan de vergunningvoorwaarden gaan controleren. Ja, super. Nou ja, we hebben de Zenmuse L1 bij ons, dus daarmee moet dat zeker gaan lukken. Ja. Als jullie nog even een setje batterijen pakken, dan ga ik het vluchtplannetje vastmaken voor de vlucht. Ja, want het is natuurlijk minstens net zo belangrijk om een goed vluchtplan te maken. En voor dat vluchtplan gebruiken we natuurlijk de ingebouwde app. Nou, het lijkt, als je gewend bent om bijvoorbeeld een mappingmissie te maken met onder andere de P1, heel erg erop. Maar er zijn een paar dingen die natuurlijk anders zijn. We maken in dit geval een mappingmissie. En we gaan natuurlijk eventjes het gebied selecteren zoals we dat normaal ook zouden doen. Zo, eventjes de bolletjes op de juiste plek. Die daar naartoe. Die daarheen. En de laatste. En daar in de hoek. Zo. Dan kiezen we bovenin de mapping natuurlijk voor de Zenmuse L1. En dan hebben we twee opties, fotogrammetrie en LiDAR. Op het moment dat we fotogrammetrie kiezen, dan krijg je eigenlijk puur de functie zoals je met een Ventivir RTK zou hebben. Dan schakelt hij namelijk zijn LiDAR sensor uit. En dan gebruikt hij puur de 20 megapixel RGB camera die eronder zit als camera voor fotogrammetrie. Op het moment dat je LiDAR kiest, dan gaat hij in de LiDAR stand, activeert hij zijn LiDAR en kan je die camera gebruiken om de LiDAR te kleuren. Dat zijn twee losse processen, dus je kunt niet allebei tegelijk doen. Wij kiezen in dit geval voor LiDAR. Calibration flight betekent dat hij zichzelf kan kalibreren tijdens het vliegen. De LiDAR heeft in de sensor een IMU zitten en die IMU moet gecalibreerd worden en die verloopt ook na verloop van tijd. En daarom doet hij zowel voor, na als tijdens de vlucht wat calibratieoefeningen, zodat hij zelfstandig die camera kan kalibreren. Zet die functie altijd aan, dan doet hij dat verder geautomatiseerd. En zul je tijdens het vliegen zien dat hij bij de aanvang van de vlucht eventjes een paar keer naar voren en naar achter gaat vliegen om zichzelf te kalibreren voordat hij de vlucht aanvangt. Maar zul je tijdens het vliegen zien dat hij af en toe eventjes inhoudt bij het begin van een lang rechtstuk. En dan is ook zo'n moment van kalibratie. Nou, dingen als de altitude mode en de hoogte die zijn natuurlijk bekend van het gewone mappen. We staan hier iets verhoogd ten opzichte van de groeven, dus ik zet hem op 70 meter. Het diepste punt van de groeve is ongeveer 30 meter lager, dus dan komen we op een maximale hoogte van ongeveer 100 meter uit. De snelheid kan mooi op 10 meter per seconde staan, want je kunt prima hard vliegen met die LiDAR. Wat moet hij doen als hij klaar is, is natuurlijk een bekende setting. En onder advanced setting heb je dan de side overlap. En je zult zien dat je bij LiDAR dus geen front overlap hebt, omdat zoals met foto's maakt hij niet eens in de zoveel tijd een foto. Maar hij vliegt gewoon terwijl die LiDAR scant, daardoor heb je geen vooroverlap. Maar alleen de side overlap over hoe dicht die banen nou eigenlijk uit elkaar moeten gaan. Ik zet hem in dit geval op 50%. Nou, ook de course angle is natuurlijk een bekende waarde als je al eerder met de M300 of een Phantom 4 gemapt hebt. Daarmee kan je de richting van het pad bepalen. In dit geval zet ik hem op ongeveer 40%. Dan ligt hij redelijk netjes gelijk aan het veld. En de margin, daarmee kan je instellen of hij buiten het gebied nog een kleine marge aan wil houden. Die zetten we op 0. En dan hebben we als laatste nog de payload settings. En die zijn natuurlijk ook iets anders dan wat je gewend bent van bijvoorbeeld een P1 of een fotogrammetrie toestel. De echo mode, dat heeft te maken met de weerkaatsingen van de LiDAR. Daar gaan we in een andere video nog wat dieper op in. Maar een LiDAR kan, als je doorzichtige objecten hebt, bijvoorbeeld meerdere keren herkaatsen. Tot een maximum van 3 keer bij de L1. En hier kun je instellen of die 1, 2 of 3 van die echo's maximaal moet accepteren. In dit geval zetten we hem eventjes op dual. De LiDAR sample rate, daarmee kun je instellen hoeveel puntjes die per seconde afschiet. Nou, in dit geval staat hij op 240 kHz. Dat betekent dat hij 240.000 puntjes per seconde afschiet. En dan heb je de scan mode. Daar kan je hem op repeat en op non-repeat zetten. Dat zijn twee patronen. Bij repeat gaat hij eigenlijk in een soort sterpatroon een soort ronde scan maken. Waarbij hij steeds zichzelf herhaalt. Dan maak je een rond scanpatroon en heb je een zichtbereik vanuit die LiDAR van ongeveer 70 bij 70 graden. Op het moment dat je hem op non-repeat zet, dan gaat die laser eigenlijk alleen maar van links naar rechts. En dan heb je een hele smalle strook van ongeveer 4 graden bij wederom 70 graden breed.
die over die locatie heen gaat. En daar kun je een beetje mee spelen afhankelijk met wat je gaat mappen. Als je bijvoorbeeld een powerline pakt waar je in één keer overheen vliegt, dan is die non-repeat, dat die heel mooi netjes veel puntjes naast elkaar schiet, wat mooier. En op het moment dat je wat meer een standaard mapping gaat doen, dan is het wat logischer om de gewone repeat functie te gebruiken. En door RGB coloring aan te zetten, gebruikt hij de kleurencamera om die puntjes ook daadwerkelijk te kleuren. Zodat je niet alleen een puntenwolk krijgt, maar die puntenwolk ook helemaal kunt kleuren met de juiste kleuren van de omgeving. Nou, dat alles bij elkaar hebben we ons vluchtplannetje gemaakt. En dan is het tijd om te gaan vliegen. Waarnemer, alles vrij. Ja, motoren starten. En ik ga starten. Bijzonder is aan die Zenmuse L1 is het feit dat er een IMU in zit die gecalibreerd moet worden. En dat kalibreren, dat doet hij zelf. Op het moment dat hij begint, gaat hij vliegen. En gaat hij in het begin eerst een stukje vliegen en dan remt hij af op dit punt. Gaat hij een stukje weer terug achteruit vliegen. En dat doet hij eigenlijk 3 keer heen en weer. En in dat heen en weer gaan kalibreert hij die IMU met de acceleratie en de deacceleratie van die beweging. Kan hij hem kalibreren. Dat doet hij dus 3 keer heen en weer. En zodra hij dat 3 keer gedaan heeft, dan gaat het toestel in de daadwerkelijke mapping modus. Dus vanaf dat moment gaat hij vliegen en ook daadwerkelijk zijn LiDAR data opslaan. Die tussentijdse beweging zal hij ook tijdens het vliegen tussendoor doen. Dus ook aan het einde van een rechtstuk, als hij de hoogte om is gegaan, dan zal hij opnieuw die kalibratie doen. En dat zie je ook op het scherm, want de oranje stukken in de kaart, daar neemt hij niet op. Maar dat is waar hij die kalibraties uitvoert. Tijdens het vliegen met die Zenmuse L1 zijn er een paar dingen die je kunt zien. Op het moment dat je naar de L1 als camera wisselt, krijg je in basis het RGB-beeld te zien. Dat is wat je hier ziet. Maar daarnaast heb je ook 2 knoppen aan de zijkant met SBS en LiDAR. Op het moment dat je naar LiDAR klikt, dan krijg je eigenlijk een soort live preview te zien van die puntenwolk die schikt. SBS staat voor side by side, dus dan zie je zowel de LiDAR preview als de RGB-camera naast elkaar. Maar daarnaast heb je, als je de LiDAR preview aan hebt staan, ook hier rechtsbovenin een kleurenpalet en een 3D-blokje. Met dat kleurenpalet kun je kiezen of je bijvoorbeeld de reflectance als kleuren wil zien, de hoogte, de afstand of bijvoorbeeld de RGB coloring preview. Nou, dan zie je dat het al veel meer lijkt op wat je met de camera ziet. En op het moment dat je op dat vierkantje klikt, dan krijg je eigenlijk een live 3D preview te zien van die hele puntenwolk. Dus je kunt hier met de knoppen aan de zijkant, kun je hier al zo als een soort preview doorheen, maar je kunt hier ook op inzoomen. Dan zie je ook dat hij een live laat. En je ziet ook waar je in het toestel nu ziet vliegen, dat eigenlijk live die kaart helemaal geüpdate wordt. Dit is een lage resolutie versie. Dus dit is niet de uiteindelijke kwaliteit en puntdichtheid die je krijgt op het moment dat je alle data verwerkt hebt. Maar het geeft je wel een hele goede indruk of je model een beetje goed gaat. Of het gebied wat je in kaart wil brengen er ook op staat. En dat geeft je ook gelijk een snelle indruk om eventueel bepaalde dingen alvast een beetje te checken. En ook hiervoor geldt weer dat je dus met dat kleurenpalet kunt instellen of je de hoogtes wil zien, de RGB of de reflectiviteit. En je kunt dus met de knop hier aan de zijkant automatisch wisselen naar top, noord, east, south of west. Om vanuit verschillende hoeken naar dat model te kunnen kijken.
klik je vervolgens weer op het rode kruisje linksbovenin. Dan ga je weer terug naar de camera view, waarbij je zowel de camera als de LiDAR naast elkaar ziet. Zo kun je tijdens het vliegen de camera in de gaten houden en niet alleen puur de RGB-data bekijken, maar ook kijken of het met de LiDAR-data gaat. Zit erop. We hebben de hele groeven hier vastgelegd met de Zenmuse L1. Dus alle data vergaard om straks de nabewerking in te gaan. Dat gaan we jullie zo ook eventjes helemaal laten zien. Hoe je dat in DJI Terra verwerkt en hoe dat er dan uiteindelijk uit komt te zien. We hebben inmiddels DJI Terra opgestart en de data op de computer gezet. Dus nu gaan we de laatste stappen zetten om die te verwerken. We zitten in DJI Terra en hebben links onderin de knop New Mission. En daar kiezen we voor LiDAR Point Cloud Processing. Die missie kunnen we uiteraard een naam geven. Noem maar even groeven. En dan wordt ons als eerste gevraagd om hier de folder toe te voegen waar alle data zich in bevindt. Daar voeg je alle data toe die je in deze dataset wil processen. Dus ook als je bijvoorbeeld een groot gebied of object in meerdere vluchten hebt gedaan en daardoor meerdere mappen hebt, dan kun je die mappen in één keer toevoegen met deze stap. Vervolgens kun je de LiDAR processing staat natuurlijk al ingevuld en de point cloud density kun je mee aangeven hoe hoge resolutie het model moet worden. Of hoeveel puntjes er eigenlijk in het model moeten komen. Hier zie je ook dat de low quality heeft 6,25% van het totale aantal puntjes. Medium zit op 25% en high gebruikt alle punten die in de data zijn verzameld. Via output coordinate system settings kun je eventueel de output van de verwerking naar een ander coördinatenstelsel zetten. Standaard is dat WGS84. En in de parameters kun je twee verschillende instellingen doen. Je kunt de Point Cloud Effective Distance instellen. En dat is eigenlijk een soort filter waarmee je alles wat verder dan een bepaalde afstand is uit het model filtert. Dus stel dat jij bijvoorbeeld een hoogspanningslijn hebt ingescand met de LiDAR en je wil eigenlijk alleen die leidingen in je model hebben en de ondergrond en dingen erachter niet, dan zou je kunnen zeggen van ik weet dat bijvoorbeeld die hoogspanningskabels ongeveer 50 meter bij de LiDAR sensor vandaan zijn geweest en de grond daardoor misschien wel 100 of 150 meter. Dan zet je dat filter bijvoorbeeld op 70 meter en dan worden alle puntjes die verder dan 70 meter van de LiDAR zijn geweest uit het model gefilterd. Dus op die manier kun je een stukje valse data of een stukje van je model eigenlijk eruit filteren mocht dat nodig zijn. Daarnaast heb je een vinkje voor Optimize Point Cloud Accuracy. Dat is een functie die alleen in de betaalde versie van DJI Terra zit. En die is gemaakt om data van verschillende datasets, als je die gaat combineren, om dat beter te doen en de nauwkeurigheid erin te verhogen. Dat is een functie die in de betaalde versie van DJI Terra zit. De rest van de processing die ik je nu laat zien, die kun je gewoon doen met de gratis versie van DJI Terra. Dus die kan je ook na en zonder dat je DJI Terra hebt verder verwerken. Dat komt ook omdat je dit nodig hebt als een tussenstap om met die LiDAR data aan de slag te kunnen gaan. Je kunt die LiDAR data niet zoals met een P1, wat gewoon foto's zijn, rechtstreeks in andere software stappen. Je moet altijd deze tussenstap doen om het naar een standaard formaat om te zetten om dat in andere programma's te verwerken. Daardoor is dat stukje van de processing gratis en mocht je dan verder willen verwerken, dan kun je of de betaalde versie van DJI Terra gebruiken of de export die we hier uithalen gebruiken en dat vervolgens in een ander softwarepakket gebruiken. De reconstruction output, daarbij kunnen we instellen in welke formaten we dit model willen exporteren. Dit zijn een aantal standaard point cloud formaten die door veel andere softwarepakketten geaccepteerd worden en daardoor kun je dus hier kiezen in welk formaat je dat zou willen doen. Nou, wat hieronder ook staat, je hebt altijd een NVIDIA GPU nodig voor het processen van data. Dat gaat overigens ook voor fotogrammetrie in DJI Terra. En moet zorgen dat in de map die je importeert ook al die
zijdata bestanden aanwezig zijn. Dus de data niet alleen van de LiDAR zelf, maar ook de RTK-data, IMU-data en de eventuele foto's voor de kleuring. Normaal gezien, als je natuurlijk alles aan hebt gestaan en goed hebt gedaan, dan zitten al die bestandjes automatisch in het mapje wat uit de SD-kaart komt. Nou, en als we die dingen hebben ingesteld, dan klikken we hieronder op Start Processing. En dan gaat het systeem aan de slag om die puntcloud te gaan processen. Nou, een minuut of zes later is de reconstruction complete. Dus hij is compleet klaar met processen. Dan drukken we op OK. En dan krijgen we daar gelijk het hele 3D model te zien. Of eigenlijk de point cloud te zien. Dus dit is een volledige preview van wat hij allemaal geprocessed heeft. En als je inzoomt, dan zie je dat hij dus ook die data update om hem helemaal naar de hoge resolutie te maken. Dus je kunt helemaal in dit model om, rond, kijken. Net wat je wil. Zo heb je dat hele model. Dan kun je natuurlijk ook op een bepaalde vorm metingen in doen. Dus stel dat je zegt van ik wil hier een stukje annotatie doen. Je hebt hier annotatie en measurement. Nou, je kunt natuurlijk een afstand meten van A naar B. Dan krijg je daar de afstand van te zien. Je kunt een punt aanwijzen en zeggen ik wil daarvan de coördinaten hebben. Je kunt ook een oppervlakte meten op het moment dat dat nodig is. Dus je kunt al die annotaties op deze manier in DJI Terra eventueel doen. En je hebt natuurlijk ook gewoon de export. Dus de bestanden die we hier net geselecteerd hebben. In die formaten is die ook geëxporteerd. En vind je in de DJI Terra map op je computer in al deze bestanden de exportformaten. Zodat je die in een ander softwarepakket kunt gaan gebruiken. Dus dit is even grofweg hoe dat model er dan in DJI Terra even snel naar een eerste processing uitziet. Je ziet dat daar best wel veel mooie detail in zit. Best wel veel gave data. De vormen en alles zitten er goed in. En dus ook de kleinere objecten zoals dit soort leidingwerk en dingen. Wat dat betreft een hele mooie tool zo. En ook leuk om vrij snel na het maken door het even snel te processen al gelijk een beeld te krijgen van of die data klopt met wat je gedaan hebt en of er inderdaad alles op staat zoals je wilt zien. Je ziet in de preview af en toe wat vlekken. Dat is puur het stukje rendering van sommige dingen. Zoals hier is het nou korrelig. Zoom in een klikje in is het glad. Dat heeft puur te maken met deze 3D preview die maakt. Maar op het moment dat je inzoomt dan zie je dus dat het echt complete mooie dichte point cloud is. Op die manier kun je dat doen. Omzetten naar het bestandsformaat wat je nodig hebt. En vervolgens eventueel gebruiken in andere softwarepakketten. Nou, we hebben jullie net op de computer laten zien hoe die dataset van deze locatie er dan uitziet. En wat er dan eigenlijk aan data allemaal uitkomt. En waarom is die ZenMuse en LiDAR techniek nou eigenlijk zo belangrijk voor jullie, Bart? De nauwkeurigheid. Je kunt door de begroeiing heen kijken, omdat die een puntenwolk maakt in plaats van foto's. Licht is minder belangrijk, dus als je een slechte donkere dag hebt, dan kun je toch even goed vliegen. En ik kan makkelijk door constructies heen. Hè. Dus je kunt makkelijker berekeningen maken en dergelijke. En dat maakt het voor ons voor een welkome aanvulling op de P1, denk ik. Want jullie hebben de M300 met ook de P1 erbij. Ja. Daar doen jullie ook een hoop fotogrammetriewerkzaamheden en dingen mee. Klopt. Maar toch is dit een welkome aanvulling dan. Ja, precies. We willen hem ook gaan gebruiken in Zuid-Limburg voor het inmeten van graften. En daar heb je ook te maken met begroeiing. Dus daarvoor zou je uitermate geschikt moeten zijn. Nou, prachtig. Nou, ja, ik hoop dat we jullie hiermee hebben kunnen laten zien wat de LiDAR een beetje doet, hoe die in de praktijk werkt en wat je daar nou eigenlijk voor data mee kunt verzamelen. En mocht je hier nou meer over willen weten of net zoals Bart een camera willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of even contact met ons opnemen voor advies.